Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi, zomers lief romantisch bloemstuk maken. Heel erg leuk als je het mij vraagt. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En vind je dit een leuke video? Laat even een leuke reactie achter wat je hiervan vindt. Of wat je graag zou willen zien hier op dit kanaal. Ik ben bezig met heel veel leuke video's opnemen. Dus super leuk om van jullie te horen wat jullie graag willen zien. En wie weet neem ik dat al mee. Goed, dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Het complete pakket vind je onder kopje cursuspakketten. Maar de materialen zijn nu ook los verkrijgbaar. Dus mocht je het leuk vinden, kan je dat ook eventueel doen. Want je kan dit bloemstuk echt op heel veel verschillende manieren maken. En helemaal naar eigen wens en smaak maken. Goed, we gaan gauw beginnen. Wat we gaan doen is deze leuke kokosbollen opmaken. Dat ga ik op een romantische manier doen. En daarna ga ik laten zien hoe je dit leuk presenteert op een mooie ondergrond. En dat kan je dus op heel verschillende manieren doen. Ik ga eerst wat plastic onderin toevoegen en dan de oase. Zodat we daar de bloemetjes in kunnen steken. En het water niet doorlekt door het plastic. De oase heb ik al even nat gemaakt. Ik doe dit nooit onder de kraan. Maar laat het gewoon zelf even vollopen met water. Ik maak het eventjes pas in het bloemstukje. Ik haal er een klein stukje af en snijd de zijkantjes wat schuin, zodat je het makkelijk kan wegsteken, de bloemen. En het overige plastic haal ik er dan ook vanaf. Dit doe ik dus met twee bloemstukjes, want ik maak vandaag twee, maar je kan natuurlijk ook één enkele maken als je het leuk vindt. Allereerst werken we de rand even weg en dat doen we met een beetje Tillandsia. Dat vouw ik eromheen en zet ik dan vast met een krammetje. Op deze manier kijk je nooit de bol in, dus dan werk je al een groot deel weg. Verder met de bloemetjes en je kan het gewoon verdeeld opsteken als je ze maar mooi compact erin steekt. Snij alles even goed schuin aan en je kan gewoon de bloemetjes verdelen. Het komt niet op aantallen precies uit. Het is net wat je zelf leuk vindt. Je kan ook op groepen werken als je het leuk vindt. Doordat de bol de vorm er al mooi in heeft zitten, is het niet moeilijk om het op deze manier te maken. Dus de basis doet al heel veel. Dan het mooie roze gipskruid. Ook dit verwerkt er mooi kort in. Vind je het fijn, kan je het ook even op draad zetten. Op zich is het niet nodig als je het er heel compact in steekt. Kijk hoe lief die zo al wordt. Heel erg mooi. Echt ook wel leuk voor een bruiloft of iets. Leuk om cadeau te geven.
Zoals je ziet heb ik de kokosbollen heel leuk gevuld. Dus we gaan ze presenteren. Zoals je ziet vind ik deze zelf op zich zo al leuk. Dus je kan ze ook gewoon zo op tafel zetten. Maar zeg je, ik wil hem graag op een diemlat of iets. Dan is dit ook heel erg leuk. Je kan dan allerlei dingen bij in en opzetten. Maar wat wel altijd mooi is, is om de vorm terug te laten komen. Dus bijvoorbeeld de bol, dat je die weer terug laat komen op het diemblad. Wat je dan kan doen is op dit diemblad bijvoorbeeld zetten. Ik heb deze ook in het met cementachtig. En dit is meer keramiek. Dit is met het stippeltje. Ik heb hem ook al een keer in een shoplog laten zien. Maar ik vind hem heel tof. En helemaal op deze manier. En je kan één bol erop doen of twee. Wat je zelf mooi vindt. Nou, op zich is het zo al heel mooi. Want diemblad is al leuk. Je zou er kaarsjes bij op kunnen zetten. Is natuurlijk gezellig. Pas wel op dat er niks in je vlammetje komt als je hem aansteekt. Maar wat ook mooi is, is om bijvoorbeeld dit soort bollen erop te doen. Dit is die met die schelpjes. Echt heel erg tof. En dan heb ik deze met de schelpjes. En dan krijg je opeens een heel zomers diemblad. Alleen op zich is die zo al mooi. Je kan er ook nog wat mos bij omheen doen. Je kan de kaas er ook bij omheen zetten. Dus je kan hem zo op heel veel verschillende manieren neerzetten. Wat ook leuk is, is om bijvoorbeeld weer van dit soort flesjes erbij op te doen. Dat roze komt er natuurlijk nu mooi in terug. Doe je dan nog even een klein bloemetje of iets bij in met een waterbuisje eventueel. Of je doet er eentje en dan één zo'n mooie bol. Ik vind dit trouwens echt een prachtige bol en helemaal in combinatie hiermee. Dus echt super tof. Je kan ze ook beide doen. En dan aan deze kant de bollen leggen. Is er zelfs nog ruimte over om aan deze kant een kaarsje te doen. Dus ja, echt. Je kan er alle kanten mee op. Ik kan zoveel leuke ideeën laten zien hoe je dit op deze manier kan decoreren. De bol op zich is gewoon prachtig. Dus als je een mooi diemblad, een mooie schaal hebt, dan is dat natuurlijk heel mooi. Al moet ik zeggen dat zo dat witte in combinatie met elkaar natuurlijk het helemaal afmaakt. Wil je dit nou bestellen of wil je iets van deze producten bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of de losse producten. Ga naar www.uonlinemomis.nl. Dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super leuk. Heel romantisch, lief. Maar ook weer zomers, passend bij het weer. Dus wat mij betreft echt een toppetje. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat even hieronder weten wat jij van deze video vond. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!